qua spelbeeld en qua wedstrijdbeeld, dan ja, dan best naar bleed werd, denk ik dat het hier niet in het bloed. Alleen nog, ja, we zijn goed een beetje, ja, mijn hun eigen is, maar hij hoort 14 om te voetballen, denk ik. En ik denk, oh, je hoort je normale spel hellen hier wat we brengen, kennen. Ja, dan hier we gewoon de punten mij nam. Eerste 20 minuten lukt dat dan wel aardig. Ja, klopt. En dan, ja. En dan moest hij dus op 1-0, 1-0 komen. Hè. Dan heb je een goede mogelijkheid met Heine. En ja, dan moet je een beetje geluk hebben. Alleen die voelde het. En daarna, ja, daarna zakt het voetbalniveau van een aardig gehalte, denk ik. Alleen nog, ja, we konden terug strijden. Ja, en voorkant vechtje, ja, hebben we het op een punt hulden. Dus ja, dan mij wel blij wijzen. Nog 1-0 vak komt, 10 minuten naar rust. En daarna weer vooral achter u erin. Ja, klopt. Ik denk dat we de tweede helft net op hun held echt voetballen hebben. Hè? Wie meer van u de eigen 16 en nou ja, die ballen naar voren en dan, ja, dan moet een keer goed vallen. Ja, en dat die het, helaas net meer in het herstand. Als nou om de hunnetjes te doen, grote tribune. Dit ben wel een mooie wedstrijd van het seizoen, hè? Mooie uitwedstrijd. Ja, klopt. Hè? Dit ben wat de locaties wat het voetbal op dit niveau mij maakt. Dus, dus ik ben blij dat ik hier nog een keer spelen heb. En ja, dat is hartstikke mooi om hier te spelen. Dus gisteren nog een afvinker. Ja, zeker weten. Dit is een krasverdeel. Orik Rijnsburg, die had wel eens jaren spelen, maar een beetje vergelijkbare club. Ja, klopt. Ja, in principe, dat ben de grootste clubs van Nederland. En ja, die hadden. Ik ben een gigantische tribune steen. Mijn pickleedkamers, wij jaloers binnen. Ja. Dat maakt het voetbal hartstikke mooi en ja, en we denken we met volle moed heen en ik moet zeggen, ja, we staan prima voor op de ganglijst, dus er is weinig aan de hand.